Ik ga in deze video een beetje kijken naar Nmap, basisgebruik van Nmap. Nmap is gemakkelijk te installeren, zowel op Windows als op Linux of andere platformen. Ik werk van hier van op een Linux systeem. En ik heb hier een paar basiscommando's gezet waarmee je dus kunt vertrekken. Het begint met de min-sn hier. De min-sn die gaat dus een ping sweep doen. Die gaat dus actieve IP-adres zoeken. Die doet dus niet anders dan een echo reply op telnet dat opgegeven is. Hier in dit voorbeeld 10.0.0.6.24. En die gaat u zeggen wie dat reageert. Als dat netwerk nu toevallig het lokale netwerk is, dan kan het Nmap systeem, de machine waarop ik het uitvoer, kan dus ook het MAC-adres te weten komen, omdat die op hetzelfde laag 2-netwerk zit. Ja. En ik ga hier twee laten zien. Nu, even denken. Ja. Ik ga even een voorbeeld geven van een remote netwerk. En doe ik een Nmap van min-sn. Van 10.4.0.0/24. Een VPN-verbinding. Normaalerwijs moet hij er twee vinden. Voilà. Dus dit is de VPN-concentrator waar het VPN-server op draait. En dit is een client die geconnecteerd is. Je ziet, dus hij vindt heel dat /24-netwerk vrij vlot. Hij vindt er twee. Hij probeert ze van 1 tot 254. En hij vindt inderdaad wie dat er, 256 in principe, vanaf 0 tot 255. Hij vindt dus inderdaad de twee die inderdaad op dat netwerk op zijn. Maar het is een remote netwerk. Ik heb deze netwerken, ik ga het een beetje breder maken. En dat is opnieuw doen. Ik heb een local loopback natuurlijk op 127.0.0.1. Ik heb mijn feitelijk netwerkkaart die dus op dit netwerk zit. En Docker die ik geïnstalleerd heb, en dat is naar aanleiding van de Vuls installatie, heeft ook een eigen interface, een virtuele interface. Met dit hier. En dat kan ik ook wel eens scannen, want dat is een lokaal. Ik weet alleen niet, er zijn er geen running dockers, dus hij gaat eigenlijk niks vinden, denk ik. Allee, verwacht, weet ik zeker. En dan heb je deze twee, dat zijn virtuele netwerkinterfaces van VMware. Ik ga die docker, dat dockernetwerk eens proberen, dat is 172. Maar normalerwijs staat daar niks op. Het zijn 1700, dus ja, hoppa, netwerkadres. Hè. Want er raakt niks. Welke images heb ik tussen haakjes op deze machine? Die Vuls en dan de Hello World. Maar die gaan allemaal, die stoppen allemaal ook onmiddellijk als je die runt. Dus ik zal moeten nakijken voor een image erop te zetten die blijft draaien. Dus dat kun je zien met dit docker. Container rs-a en die zijn allemaal exited. Dus zo zijn die geconcipeerd, die doen iets en die stoppen er weer mee. Maar de er zijn docker containers uiteraard die langer in de blijven draaien. En dan krijgen die een IP-adres van Docker in dit netwerk. En dan kun je die met Nmap ook vinden. Ja, ik kan dat nu niet verder forceren. Het is wat het is vanuit Nmap gezien. Draait die machine of niet? Dat is eigenlijk eerder een verhaal van Docker dan van Nmap. Als ik wil dan alleen een lokaal netwerk laten zien. Ik kan dat laten zien. Ik ga dat eventjes buiten het beeld doen. Om te beginnen. Te zien wat voor resultaat dat eruit komt. Dus dit is mijn lokaal netwerk waar dat machine dus op aangesloten is. Ik ga dat eventjes opzij doen. Hij is aan het scannen nu, hè. En hij is er door. Eens kijken.
Ja, je mag het zien eigenlijk. Het verrast mij een beetje dat hij dus geen MAC-adressen gegeven heeft. Hoe komt dat? Raar. Normaal kan hij dat wel geven en het is wel degelijk het juiste netwerk. Maar dus deze zijn up and running. En dus dit is de machine. Nee, sorry, dit is de machine zelf. Dus er zijn heel wat machines actief. En ik vind het raar dat hij geen MAC-adres geeft. Zo, dat doet er niet toe. Dat heb je ook alleen maar op het lokale netwerk. En een ander netwerk, dat ga ik ook eerst even uit beeld doen, is een ander netwerk hier, een router verder. Even kijken wat de output daarvan is. En dus zij vindt deze machines niks speciaals. Kwestie van disclosure. Dus dat is eigenlijk de ping sweep hier. Ja. Te verkleinen, Ctrl-Alt, comma. De volgende stap is, ik heb hier een lokaal netwerk en ze verdenken. Ik geloof dat dit mijn gsm is. Ik ben niet 100% zeker. Nee, dat kan niet, want hier hangt denk ik niet op het netwerk. Ah ja, toch wel. Ik denk dat hem dat is, maar ik ben niet 100% zeker. Dan pik je dus de IP-adressen eruit die dat je dan eigenlijk verder gaat scannen. Nu, je kunt daar ook een range voor gebruiken, maar dat vraagt dan ook wel enorm veel tijd. Plus, je wilt niet altijd alle IP-adressen. Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Ik moest hier enter duwen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een nmap doen min s. Grote s. Dat zijn SYN-pakketten. En die ga ik sturen naar die 64. 168.1.64. En dan heb ik router. Ah, maar daarom zal ik die MAC-adres er ook niet gehad hebben. Yo, 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 yo. Oké. Nu ben ik mee. Ik doe een sudo min s. Was als gewone user bezig. En nu ga ik eventjes die nmap min sn opnieuw doen. Min sn 192.168. 1.0/24. Dat. Is, wat heb ik hier misgedaan? Target void wish timeout clock. Oké, een foutboodschap in nmap. Ja. Nog eens. Ja, er was iets per ongeluk misgelopen. Voilà, en nu krijg ik als superuser wel de MAC-adressen van de machines op het lokale netwerk. 252 is een reserve-router van Cisco, TP-Link Wireless Access dinges. Ah, sorry, de Cisco is die van 48. Dat is met een switch, bijvoorbeeld VMware enzovoort. VMware virtuele MAC-adressen van VMware. Er draait ook een ESX-machine, dus die komen vandaar. En zo verder. Ja. Dat is een lokaal netwerk, een remote netwerk. Kan je die MAC-adressen natuurlijk niet van opvragen. Dus als je niet op het netwerk zelf zit dat je scant, kan je geen MAC-adressen te weten komen. Want je zit niet op laag 2 geconnecteerd met die IP-adressen. Dus je hebt die en dezelfde output als daarnet. Wat ik dan daarnet deed, is een nmap, of probeerde een nmap min ss, kleine s, grote s. Van bijvoorbeeld deze machine waarvan ik vermoed, ik kan het nu nakijken, maar dat ik het vermoed dat dat mijn gsm is. Het zijn in ieder geval rare poorten en een MAC-adres van Google. Een MAC-adres van Google, dus een Samsung. Ik ga eens even nakijken. Secondje, ik ben even terug. Ik ben direct terug. Wat voor machine dat is. 64 is een Chromecast. Sorry, dat is iets dat hier niet bij hoort. Het is geen geheim, zelfs openbaar, maar het hoort er alleen niet bij. Dat is een Chromecast, dus van Google inderdaad. En
dan eens ga kijken. Dit even, ja, kan dat smaller maken. Als je dan bijvoorbeeld, ik weet niet wat die opstaat, maar dit is de PlayStation. Seems Down, ja. Ik had dat uiteraard uit deze bovenste lijst mogen halen. Hè. De 65 is Samsung, inderdaad. Ah, dat is mijn monitor. Dus de monitor waarop ik nu aan het kijken ben. Dat is de 65. En dan zie je dit. HTTP-poorten op 8000 en 9000. Je kunt op die, dat is een smart monitor van Samsung. En die, daar kun je op streamen, op beeld delen van op je gsm en dat soort zaken meer. Dat is allemaal via deze poorten dat dat. Ja. Dat zijn dan speciale gevallen. Ik heb een Windows-machine. Ah, wacht, hier heb ik een gsm. Dat zou de 51 moeten zijn. Ik weet niet, ja, die is up. Dat zou ik uit de bovenste lijst moeten zien. Daar heeft hij wat werk voor nodig. Ik kan ondertussen een Windows-machine zoeken. Ethernet een 31, is die een actief een 31? Ja, een 31, dus dat is een HP Windows-machine. Op die Android hier. Mijn telefoon vindt hij dus niks. Maar hij heeft maar 1000 standaard poorten gescand. Met een andere optie kun je die poorten definiëren. Zover dat is die min A ook, geloof ik. Wat had ik nu weer gezegd? Windows PC, ik ben hem kwijt. 31 was dat. Was dat, klopt dat? Ja, 31. En die was up and running. Dat is een Windows 11. Hierachter. Voilà. En dan zie je dus de NetBIOS poorten 135, 139, 445. En ik heb daar ook de SSH-server opgezet. Dat heb ik zelf gedaan, zodanig dat ik eigenlijk kan inloggen op die Windows-machine. Of Ansible kan gebruiken. Zit standaard in Windows 11 in trouwens tegenwoordig. En dan zou ik 30 kunnen gebruiken, maar ben ik zelf. Ik ga een 20 nemen, dat is een Debian, Debian 11. Die een 11 met een FTP-server, een SSH, een HTTP-server, HTTPS ook. Daar zit ook Samba op voor het Windows file sharing. En zoals hier, dus zie je de 139 en de 445 tussen haakjes met de min SS. Hij zie je alleen maar TCP-poorten en geen UDP-poorten. Bij Samba, bij Windows file sharing, heb je ook UDP-poorten. UDP-poorten moet je dit doen, maar dat duurt lang. Ik weet niet of dat het voldoende vlot gaat. U van UDP. Ik zal zien hoe lang dat duurt. Kan dan ik dat onderbreek. En dan geeft hij dus de UDP-poort. Dus als je op de machine kan inloggen, dan kun je dat opvragen met netstat die poorten. Die zouden moeten open zijn. Want de firewall van de machine kan daar eventueel nog tussen zitten. Doe maar goed. Als ik een netstat min PLUNT doe, dan krijg ik de volgende informatie. Dan krijg ik de luisterende poorten. Zowel TCP als UDP. En de processen die ervoor verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld op 443. 443 luistert Apache. Proces ID 953 en zo verder. Apache luistert ook op 80. En SSH daemon luistert op poort 22. En bij UDP zie je bijvoorbeeld de printer interface. Voor de rest is dat een klein beetje zielig op deze machine. Je ziet dat Firefox, heel duister, ook een UDP-poort heeft openstaan. Tada, tada. Dat is te onderzoeken eigenlijk. En verder, als ik
op een machine ga waar bijvoorbeeld een DNS-server op staat. Met key authentication. Maar ik moet dat wel als root doen. Die P-optie namelijk. Proces ID's opvragen. Als ik nu een net zat, maar ik ga de UDP alleen laten zien. Min PLUN, dus zonder T. Dan geeft hij met die. En dan zie je dat hij dus massaal op poort 53 luistert naar name daemon, dus de DNS. Je ziet ook NMB, dus dat is een onderdeel van Samba, een onderdeel van Windows File Sharing. Die luistert op 137 en 138 UDP. Wat op een Windows-machine normaal is. En de Samba op Linux doet dat gewoon na. Ondertussen is hij door die U-scan, UDP-scan niet door. En dat is dus geweldig. Dus dat moet je zeker en vast niet doen. Hè. Normaalwijs, ik ga eens even forceren op een 200. En zeggen dat hij alleen poort 53 moet gebruiken. En dan zegt hij inderdaad dat is open. Dus als je gericht naar een poort zoekt, 53 is DNS, ja. En ik weet dat 201.200 dat een DNS-server is. Dan, daar ben ik net op ingelogd, dat is deze machine. Dat zijn die luisterende poorten, UDP. En dan vindt hij die onmiddellijk, dus hij gaat veel sneller. Dus je moet geen UDP sweep doen, want dat duurt geweldig lang. Maar je moet gericht naar bepaalde poorten gaan kijken. En als je bijvoorbeeld wilt weten van kijk, is DNS actief of is Windows File Sharing actief, dan zitten die hier ergens. En dan vindt hij die allemaal. Omdat op die machine dus Samba draait en nbind, DNS, nameserver. Dus daarmee weet ik dat deze machine aan Windows file sharing doet en ook een DNS-server is, wat dan interessant is om verder te exploreren. Dus je kunt beter, en je ziet dat dat heel vlot gaat, gerichte poorten gaan selecteren, zeker als je UDP-scans doet. TCP gaat nog redelijk snel. Het heeft te maken met timeouts en zo verder, dat er geen antwoord komt. Bij UDP is dat duidelijk. Nu, als ik nu bijvoorbeeld zonder die P-optie de 20 hier op het netwerk, een Debian, ik denk 11, ik denk niet dat ik die geüpgraded heb naar 12, als ik daar een min O van doe, dan weet ik niet hoe lang dat dit duurt. Dus ik ga daar eventjes op wachten. Dan zou je normalerwijze moeten gokken wat voor sturingssysteem dat er op draait en dat valt nog mee qua tijd. Hij zegt dus effectief de poorten, wat vrij vlot gegaan is eigenlijk, het MAC-adres en no exact OS matches for host. If you know what OS running is, kun je het daar gaan submitten. Dus hij vindt dit hier en hij doet zelfs geen gok en dat vind ik persoonlijk heel fijn. Die machine, 21, hè? Ja. Heel eventjes op inloggen. Ook daar weer met public key. Dat is mijn oude desktop die nog gebruikt wordt als backup van de data. De cloud, van mijn cloud, moet ik weten. Ah ja, dus uname in A. Dat is een Linux 5.5.10. Dus inderdaad een oudere versie. Hoe kan je dat nu weer opvragen? Ja, ik kan dat hieruit uit afleiden. Alleen, ik weet alleen dat ik er permissie toe heb. Kat. Etc. APT. Sources.list. Dus dat is een focal. Nee, dat is nog een veel oudere. Dat is een Ubuntu, dat is waar ook. Dat is een Ubuntu, ja, dat is waar. Een Yummy of een Focal. Weet ik niet van, het is een Yummy. Denk een 18 LTS of zoiets. Maar ik ben niet 100%, 1804 LTS, maar ik ben niet 100% zeker. Dat is inderdaad een Ubuntu, dat is wat ik vergeten. Dat is geen Debian. En dat heeft hij niet kunnen raden.
Hij heeft dat niet kunnen raden hier. Ja. Als ik nu die een 31 pak, een Windows 11 systeem, waar dat niet speciaal een strenge firewall op staat, gewoon standaard systeem eigenlijk. Oei, test conditions non-ideal, dat vind ik wel sterk eigenlijk. Maar goed, is maybe unreliable because we cannot find at least one open and one closed port. Aggressive guesses, en dan krijg je dit hier. En het is een 11. Zo, oké. Nog een laatste. Voorlaatste. Dat is een OpenBSD. En je ziet dat hij daar ook wel wat moeite mee heeft. Dat zou ook moeten zijn. OpenBSD is een van de meest afgeschermde besturingssystemen. Daar draait een SSH op en ook, dat is geen proxy, maar dat is een VPN die op die poort luistert. Maar hij heeft geen match op die besturingssysteem. Dat verondert me niet voor OpenBSD, maar nog eentje proberen op bellen, Debian. DRS-server met Samba erop is Debian, ik denk 11. Maar ook dat kan hij niet vinden, dat is wel sterk eigenlijk. Dat komt eigenlijk niet veel uit, die mini-O, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Windows kan hij herkennen, dat is ook al iets, maar goed, die kunnen we zelf ook herkennen. Dan de laatste als initiatie is deze opties. Een Nmap. Dat zijn samenvattende opties. Daar zitten verschillende andere opties in vervat in die min-vmina. En ik zal die in Ubuntu eens proberen. Dan zie je dat lopen. Hij vindt die poorten open. Hij zou moeten een MAC-adres gegeven hebben. Ik zie het hier even niet staan. En dan is hij 8 services. Kijk, klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die open poorten inderdaad. TCP-poorten. En even naar de deur, ben direct terug. Het geluid af te zetten, dat was dus de deurbel, de gewone en de levende. En dan heeft hij hier van alles gevonden en we gaan het even overlopen. Pom, 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 pom. Dus hij probeert die 8 poorten, deze poorten, probeert hij te scannen, te bekijken.
Op poort 80, ja, dus op poort 21 luistert een VSFTPD 3.05. Als ik op die machine, dat is deze machine, als ik kijk wat voor pakket dat erin zit, ik weet niet, VSFTPD heet het denk ik, ja, dan is dat dus inderdaad de versie 3.05 hè, die geïnstalleerd is, die ook niet gepatcht is of zoiets. Maar remote dus kun je dat dus ook te weten komen, bijvoorbeeld met die, met deze -V-A. Dan heb je op port 22 een OpenSSH 89 EP1 Ubuntu, waarmee dat je eigenlijk al weet dat het een Ubuntu is. En dat kan ik ook nakijken. Ik kan een pakket opvragen. Ik denk OpenSSH. Ik weet niet meer bij Ubuntu. Ik gebruik al jaren nu geen Ubuntu niet meer. Ziet, ja, inderdaad. Het is een 89 patch 1. Dus dat is de versie. En dat heeft hij ook ontdekt, remote. Niet? Via, ik vraag dat op via pakketmanagement in dat andere scherm. En hier de scanner en map haalt dat gewoon over het net. Dus de hacker kan dat ook te weten komen. Hoeft niet op het systeem ingelogd te zijn. Hetzelfde voor de webserver poort 80 en 43. Wat dezelfde is die op de twee poorten luistert. Uiteraard met certificaten bij de ene. Je kunt daar een post options het get doen en zo verder. En ook hier kun je weer als hacker de nodige informatie halen of dat je dat kunt uitbuiten. Daar draait ook een Samba-server op en dat is de Samba versie 4.6.2. En dan kun je ook weer gaan zoeken, zijn daar vulnerabilities voor? En zo ja, dan lanceer ik die en ben ik ingebroken. Het certificaat van de SSL, dus bij 80 heb je een paar regels uitleg. Bij 443 is dat wat meer, omdat daar een deel SSL bij zit. Het certificaat wordt onderzocht. En de public key die erin zit in het certificaat. En de validity, dus je ziet dat die verlopen is. Dat zit zeker. De belangrijkste zaken, de hash, zowel MD5 hash als SHA in het certificaat enzovoort. 445 hoort bij de Samba suite, NetBIOS session. 902 is er een daemon van VMware. Als ik ga kijken wat we daar eigenlijk mee bedoelen. Dan doe ik op het systeem, maar ik moet dat als root doen. Denk dat ik het fout heb ingetypt. Ja. Net staat, wat was dat nu? Het een TCP-poort, uiteraard. Net staat min PLNT. En het paaspoort 902. Die moet hier dan tussen staan, hier statische. En dat is een authenticatie-daemon van VMware. Voilà, kijk. Weet je dat ook, hè? Dat die dus ook op het netwerk luistert, op alle IP-adressen. Dus die is in principe van op internet bereikbaar als je IP-adres van op internet bereikbaar is. Dan de RTSP, Real-Time Streaming Protocol, draait op 8.0.8.4. En dat is, waar staat die 8.0.8.4? Ah, dat is mono. Mono. Even denken. Dat is voor C-sharp applicaties te maken, hè, op Linux. Mono develop. Ik geloof dat dat is, ja. Want daar heb ik nog C-sharp op zitten maken op die machine. Is ook eigenlijk een, zoals je ziet, een webinterface. Enzovoort. One serves unrecognized despite returning data. Welke is dat dan? Heb ik hier dan? Heeft ze toch allemaal gedaan, denk ik. Of het moet die laatste 8084 zijn, maar dat die niet goed uitkomt. Uptime is 44 dagen. Die machines blijven altijd wel vrij lang op staan hier. Dus hier de uptime van. Ja,
Deze machine heb ik pas gereboot voor de VULS, die groepspermissie 62 dagen. Nee, even. Want die heb ik ook pas gereboot, dat is waar ook. Nee, en die als root kan ik daar toch niet nog. Sorry. Die heb ik ook pas gereboot. Oudere machines kunnen soms een jaar of langer blijven draaien. Maar dus deze 44 dagen. Dan. Uit de NetBIOS poorten kan hij ook heel veel redelijk wat informatie halen hier zo. Met name de NetBIOS naam, die afgeleid is van de Linux naam, en dat hij in de workgroup werkt. Welke SMB-versie enzovoort enzoverder. En dan een traceroute, ja, die is rechtstreeks, want die zit op dezelfde LAN, die staat hier zelfs naast. Dus wat dat betreft. Dus dat haal je dan uit die min v min a. En dan kun je nog verder gaan. De min o is eigenlijk niet nodig omdat die daarin zit en de min s eigenlijk ook niet. Je kunt deze twee zitten eigenlijk vervat in die min v min a. Trouwens, als je nmap gewoon doet zonder argumenten, dan zegt hij dat wat die min a is, ziet, daar zit de OS detection in enzovoort. En de min v is normaal de verbose, waar staat de min kleine, increases verbosity level. Dus als je nog meer informatie wilt, dan doe je min vv. Dus je krijgt al een eerste hulp als je gewoon nmap intypt. Dan zegt hij al, ook op Windows trouwens, hè, dan zegt hij al een paar opties. En deze is ook wel interessant als snelle eerste scan. Maar je doet dat in principe, in mijn ogen, niet op een range, maar op individuele IP-adressen waarvan dat je weet dat die up zijn. Ik kan nog ene keer die min v min a doen, maar dan op de DNS-server. Kijken. Hij kijkt alleen maar naar TCP. Zo te zien. Hij gaat verder. De discovered poorten zijn allemaal TCP. Dus UDP is vertragend en dan ben je beter van de poorten op te sommen. Ik wil DNS weten of dat die werkt en verder. En dan heb je het eigenlijk gehad? Ja, nee, wou ik zeggen van die range. Ranges is goed voor een ping sweep, maar van zodra dat je die meer in detail, die actieve IP-adressen gaat onderzoeken, is dat alleen maar enorm, enorm veel tijdverlies als je bijvoorbeeld een min v min a doet van een range. Dat persoonlijk zou ik niet doen, maar scriptkiddies doen dat uiteraard wel. Ga ik dat laten staan of ga ik dat. Kan een andere shell open doen. Voilà. Het logisch, je kunt dat beginnen te automatiseren. En dan ga ik toch eventjes gewoon een paar script toestanden laten zien. Als ik dit doe, nmap min sn, helemaal de ping sweep van in het begin, dan heb je. Wacht, wat ga ik doen? Ik ga het niet te moeilijk maken, niet te lang maken. Daar zit er niet zoveel op. Dus als ik dat doe, ondertussen eens kijken naar ik ga even terug naar die min v min a van mijn DNS-server. FURB dus, inderdaad. Maar hij vindt geen UDP, specifieke UDP met de min v min a, zoals bijvoorbeeld DNS. Voor de rest. De versies zoals te verwachten zijn. Bind luistert ook nog op TCP 53 natuurlijk, dus daar vindt hij hem wel. Voilà. Wat ik eigenlijk aan het doen was, kijk, nmap helemaal terug in het begin, nmap min sn. Dan kun je gaan beginnen op commandolijn, kun je al beginnen te filteren. Bijvoorbeeld een grep report. En dan
Het is niet erg flexibel, maar het werkt wel. Pipe cut en dan main character. Of wat je kunt ook zeggen, delimiter. Ik denk dat het zo is. De syntax en dan moet ik hebben 1, 2, 3, 4, 5, min F5. Zou ik normalerwijze de IP-adres moeten hebben. Voilà. Ja, dus wat doe ik hier? Wat doe ik hier in die samengestelde commando? Ik doe eerst grep report, dus dan krijg je dit. Laten zien. Dan krijg je alleen maar die lijnen waar dat report in staat. Ja, dus die host is up valt eruit weg. En dan ga ik die regels zien als een database record. En in dat record ga ik het 1, 2, 3, 4, 5 de veld pakken. Terwijl dat de field delimiter een spatie is. Dat is dat laatste stuk. Ja, en dan krijg je mooi die IP-adressen. Ja, en dat zijn de IP-adressen die op het moment van die scan actief zijn. En dan kan je die dan eventueel gaan gebruiken voor een min v min a. Ja, en dan, dat kun je dan nog een stukje verder gaan automatiseren met shell scripting of limiet Python of zo. Om dat eigenlijk in een script te steken die vertrekt van een ping sweep en dan alleen de actieve IP-adressen gaat beginnen scannen op open poorten enzovoort. Maar dat is twee stappen verder natuurlijk. Voilà, dat is een eerste idee over Nmap. Dan gaan we hier ook de video stoppen.